Sevgili seyirciler, Rotterdam'ın bölge belediyelerinin kaldırılmasının gündemde olduğu bir dönemde Rotterdam IJsselmonde Bölge Belediyesi'nin yeni hizmet binası bir eğlenceyle açıldı. Feyza Albayrak'ın haberini izliyoruz. Burgemeester Abu Taleb heeft het nieuwe deelgemeentekantoor geopend met een officiële aftrap. Vanaf december 2005 was de deelgemeente verdeeld over twee verschillende locaties. Nu zitten alle afdelingen van deelgemeente IJsselmonde weer onder één dak aan de Herenwaard in Hartje IJsselmonde. Ik ben ontzettend blij en ontzettend trots op dit gebouw. Ik vind het een gebouw is wat een hele mooie en vriendelijke uitstraling heeft. Het is ook uitstekend dat we weer terug zijn op de locatie hier in het centrum van IJsselmonde. Want in dit centrum van IJsselmonde is ook waar midden in het hart van IJsselmonde, waar hier nu gebouwd wordt, zijn we terug bij de bewoners, zijn we dichter bij de ondernemers. En ik denk dat we daardoor ook beter in staat zijn om de burgers beter te bedienen en eigenlijk dus IJsselmonde nog prettiger te maken dan dat het nu al is. Het nieuwe kantoor is toegankelijk. We zitten in een dichtbij winkelcentrum. Als iedereen gaat even hier zijn paspoort of zijn identiteitskaart halen. En ze gaat lekker langs naar de Albert Heijn of Hema, waar ze kleine boodschappen doen. En wij zitten dicht bij burgers. Ik vind het mooi, echt prachtig. Het is het gezicht van IJsselmonde en Beverwaard. Nou, wat heel fijn is dat dit gebouw nu echt te midden van de burgers staat. Dat is natuurlijk symbolisch. Maar we hopen wel dat die symboliek meer is dan symboliek alleen. We hopen echt dat het ook daadwerkelijk zal betekenen dat ook de lokale politiek te midden staat van haar burgers. Maar wacht eens even, is het wel verstandig om een nieuw deelgemeentekantoor te openen nu de discussie is gestart over het opheffen van deelgemeenten? Waar de discussie zich vooral op voert is het deelgemeentebestel. Dat is veel meer een bestuurlijke. Dus de vraag is eerder of ik hier na 2014 nog zit. Maar het deelgemeentekantoor blijft geopend. En het is hartstikke goed dat we dat vandaag openen en aan de burgers laten zien welke dienstverlening wij als deelgemeente aan de burgers bieden. Deelgemeentekantoor van IJsselmonde blijft in ieder geval staan. Dus kunnen we ons weer wenden tot de bewoners. Ik vind het heel mooi. Het is een grote vooruitgang natuurlijk met zo'n grote deelgemeentegebouw. Ja, misschien een beetje geriefelijk. Ik heb hem nog niet helemaal gezien, want ik ben er ook maar net. Maar het zal wel dagelijks, of je zal wel zoveel mogelijk erin komen. Ik denk dat er heel veel dingen hier valt te doen. Dus het is heel fijn. Ja. Ik vind het heel simpel om hier binnen te komen. Dat ik even naar de balie loop en daar vraag waar moet ik zijn. En dan wijzen hun mij de weg en dan ben je zo overal waar je wezen moet. Daarnaast zijn we bezig in het deelgemeentekantoor met een veiligheidspost. Dat wil zeggen zodat burgers ook aangifte kunnen doen op het moment dat hun iets is overkomen. Is uniek trouwens, is niet in veel andere deelgemeentekantoren. Maken we ons hard voor. En een ander wat wij als deelgemeente hebben is dat burgers als ze iets hebben in de openbare ruimte, andere klachten hebben in vormen van woonoverlast, dat ze dat naast de gemeente Rotterdam kunnen melden. Wij als deelgemeente ook laagdrempelig zijn, zodat dat ook makkelijk ingenomen kan worden. Oh, ik vind het echt heel mooi hoor. Het is echt heel mooi gebouwd. We zijn er 2 dagen, 3 dagen geleden ook in geweest. Echt groot. Ik vind het een prachtig gebouw. Het is heel degelijk aan de buitenkant. Het past goed op het plein. En als je eenmaal naar binnen loopt, is het toch vrij modern. Beetje zakelijk, maar wel heel modern ingericht. Sowieso voor de deelgemeente IJsselmonde is het echt nodig, maar ook voor de jongerenraad. Want hier kunnen wij naar de belangrijke mensen van de deelgemeente en kunnen we daar afspraken mee maken om leuke dingen te organiseren voor de jongeren en ouderen. Verschillende activiteiten voor jong en oud en een informatiemarkt zijn onderdeel van de feestelijke opening voor de nieuwsgierige en enthousiaste bewoners. We hebben de dag door, hebben we nog een aantal leuke bijzonderheden. Zo wordt door wethouder Lauwers de grootste puzzel van Nederland onthuld. Vanmiddag hebben we nog een heel leuk momentje met de wethouder op het gebied van duurzaamheid. Gaan we een elektronisch oplaadpunt openen. En uiteraard is onze gebiedswethouder Antoinette Laan is ook hier aanwezig. Dus we zijn goed vertegenwoordigd met de burgemeester en de wethouder. De aandacht is in ieder geval goed op onze deelgemeente gericht en dat is heel plezierig. Wij hebben Rotterdam's inwoners rond 600.000 inwoners. Dat met één stadhuis, je redt het niet. Was dit gebouw nodig volgens jullie?
Ja, dat er wel eigenlijk een vaste plek is voor heel de deelgemeente. Dat brengt ook de mensen samen uit verschillende wijken in de deelgemeente. We werken vrijwillig voor de gemeente IJsselmonde. Dus met afspraken en zo kunnen we gebruik maken van een kantoortje of zo om één keer per week te verzamelen. We zijn ook door Bram van Hemmen, de portefeuillehouder van de deelgemeente, zijn we ook al uitgenodigd om op de koffie te gaan bij hem. Dat is wel leuk. Wij zijn in zijn goede bruggen naar de stad, naar de Tweede Kamer. Nou, ik vind ten eerste de entree niet erg goed. Want als ik met mijn rollator eruit wil, dan sla ik bijna over de kop. Omdat het verschil tussen trottoir en de mat niet goed is. Dat is dus gewoon een fout in de architect. Die had geen rollator bij zich, maar die zal ook 40 jaar jonger geweest zijn dan ik. Ik ben ook een van de gebruikers nu. Ik vind het prachtig. Het was wel voor veel mensen nog even zoeken waar nou de entree zit. Maar ik denk na zo'n open dag als vandaag dat iedereen nu wel weet waar je naar binnen kan stappen.